Het is zondag 2 juli 2023 en ja, ik sta hier in de prachtige wijk De Valuwe in Kuik. En midden in de wijk is een mooi park. En in dat park is vandaag een fantastische wijkbrunch. Ja, en bij mij Max. Noemen wij dat, onze parkbrunch. Die we samen met de wijkraad en onze werkgroep hebben we dat voor vandaag geregeld. We hebben de mensen een aantal dagen terug een uitnodiging gestuurd. En we hebben, kun je even als je rondkijkt, we hebben hier meer dan 100 mensen die zich opgegeven hebben. En die proberen vandaag te voorzien van allerlei eten natuurlijk. Maar het belangrijkste is dat ze lekker samen praten, kletsen, elkaar verbinden. Dat is het belangrijkste. En dat lukt wel, hè? Want jullie hebben 5 grote tafels hier. Ja, ja. En mensen gaan gewoon willekeurig ergens zitten? Ja, die zijn gewoon ergens gaan zitten en die hebben allemaal zo'n mooi kaartje. Dus ze komen helemaal niks tekort. En waarom is dit eigenlijk te doen? Dit is vooral om de mensen uit de Valuwe met elkaar te verbinden. En we proberen dat ieder jaar een aantal keren te doen. Vandaag 2 juli, de parkbrunch. En over een tijdje weer iets anders. En we proberen zo ieder jaar proberen we actief te zijn in allerlei dingen die mensen nog niet gehad hebben. Vorig jaar was het bijvoorbeeld barbecuen en nu is het parkbrunch. Ja. En hij wordt georganiseerd vanuit het MFA en door welke werkgroep is dit? Dus onder auspiciën van de wijkraad. En wij zijn inderdaad mensen van de MFA en van Safina en nog een aantal vrijwilligers hebben we dit samen opgezet. Ja, en ze zijn dagen bezig geweest om alles klaar te maken, hoor. Dat heb ik wel gezien. Ja, want voor 100 mensen lekker eten maken, dat valt natuurlijk niet mee. Nee. Hoeveel vrijwilligers hebben jullie vandaag op de been? Wij hebben er met alles en iedereen de tentenbouwers en dan hebben we een man of 20, 25. Ja, ja. Dus dat is prima. Maar we konden bij wijze van spreken nog 10 meer hebben. Om alles zo te verdelen dat iedereen op tijd iets krijgt, hè. Ja. Maar dus van tevoren hebben we natuurlijk eerst gezorgd dat we de boel klaarzetten. En daar heb je echt heel veel mensen voor nodig. Zo'n tent opzetten, dan moet je natuurlijk wel weten hoe dat gaat. Maar je moet ook rekening houden met de wind. Daar hebben we bijvoorbeeld alles open gehouden. Anders vliegt de hele handel weg. Maar dat zijn de mensen die daar zeg maar, achter de schermen heel veel dingen doen. Die zie je eigenlijk nauwelijks, maar die doen heel veel. Ja. En die zijn heel belangrijk. Die zijn super belangrijk. Ondertussen zie ik ook nog andere activiteiten. Ik zie hier een paar dames met een gitaar. Ik zie mensen van de Gezellen van Sint Maarten rondlopen. Ja, wat doen die allemaal? Die gaan gewoon rondom een aantal tafels. Spelen zij gewoon een stukje. Mensen die schrikken wel van, wat gebeurt er nou? Maar dan zien ze al spelende zeggen, hé, dat hoort erbij. En we hebben 2 jonge dames. Die zingen prachtige liedjes. En die sturen we ook per tafel. Sturen we hier rond. En die ga lekker een liedje zingen terwijl de mensen eten en kletsen. Nou, zo te zien is het een groot succes hier. Ja, als ik zo bekijk, de meeste mensen zijn tevreden. En als er mensen ontevreden zijn, laat ze het even melden bij mij of bij Lucie. Dan komen we er ook uit. Oké, het ziet er prima uit. Ik denk dat wij zelf ook maar even een hapje gaan eten. Dat dacht ik ook, dat is een heel goed idee. Zeg maar door de preschoolers. Ik heb jou kennis. Hier heb je een zakdoekje. Zo. Altijd een traantje, maar te horen. Mijn poos is dood. Ja, dat is niet dood. Ja. Oh, dat moet je niet doen. Ja. Oh, dat moet je begraven. Ja, je moet hem begraven. We gaan hem allemaal niet begraven. Door de vlees spoelen met dat ding. Oma geeft altijd van die achterlijke cadeau. En dat beest dat gaat naar slootwater. Gadverdamme. Maar dat is heel slim. Dat is helemaal niet zo slim. We hadden kunnen cremeren. Ja. Cremeren? Nou, dat was een beetje beter geweest. Ja. Op de barbecue. 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 Kan ik hem zo bij me bewaren? Ja, lekker. Ja. Ja. Dat doen we de volgende keer. Ja. Ja.
Meneer, u zit hier heerlijk te smikkelen, of niet? Ja, heerlijk. Smaakt goed. Ja. Hoe vindt u dat zo, om op zo'n zondagmiddag hier lekker buiten te zitten? Heerlijk. En een beetje de mensen leren kennen hier in de omgeving. En woont u al lang in deze wijk? 3 jaar. En hoe vindt u het dan hier zo? Is het de Brabantse gezelligheid, of zeg je van nou... Ja, ik kom niet uit Brabant vandaag. Nee. Maar bevalt u hier wel in de wijk? Ja, het bevalt me zeker. En zo'n activiteit als dit, denkt u van nou, dat is echt goed, dat wil ik wel vaker? Of denkt u van nou, 1 keer in het jaar is wel genoeg? Nou ja, 1 keer in het jaar denk ik wel genoeg, ja. Maar met het mooi weer erbij, dan leer je elkaar toch kennen, toch? Zeker. Dus. En u meneer, smaakt het u? Want u heeft het bord nog vol. Ja, ik moet luisteren en praten nu en ik heb het hartstikke druk. Dus ik heb eigenlijk geen tijd om iets in mijn mond te stoppen. Oh ja, nou zometeen mag ik weer. En dan krijg ik bijna zo'n harig ding in mijn mond. Ja, zo'n konijn, hè? Ja. Nou, dag meneer Konijn. Ja. Vindt u zoiets, zo'n activiteit, ook echt leuk dan om nieuwe mensen toch nog te leren kennen na al die tijd? Ja, ja. Ja, want dat is net wat die meneer net zei. De meeste mensen zitten achter en je ziet ze nooit. En ja, zo is het in feite bij ons. Ik woon dan daar achterin. En dat is hetzelfde. Iedereen zit achter zijn hokje. En nu komt iedereen lekker naar buiten voor een overheerlijke parkbrunch. In ieder geval genoeg mensen om die je dan ook wel een beetje kunt kennis maken, zeg maar. Ja. Dus voor u een succes? Ja, ik zou het wel 2 keer per jaar. 1 keer in het voorjaar en 1 keer in het najaar of zo. Nou, en hier zitten een paar dames heerlijk te eten. Hoe smaakt het? Het is overheerlijk. Is dat zo? Ja. Maar we missen de wijn. De wijn? Ja. Maar mevrouw toch? Ja, de wijn. Ik ben altijd gewend een wijntje tussen de zondagmiddag de wijn. Door de week zo. Door de week zo. En u heeft geen heupflesje bij u? Nee, dat heb ik vergeten. Komt allemaal Piet. Andersom. En hoe vindt u het zo vandaag om zo met z'n allen hier te zitten? Ja, leuk. Ja? Ja. Heel leuk. Goed georganiseerd? Ja, echt waar. Het is druk. Veel druk als verleden jaar. Ja. Ja, echt waar. Het is echt... Onvatbaar. Ja. Ja? Gezellig, hè? Zeker weten. Ja, allemaal mee eens? Zeker. Nou, smakelijk eten allemaal dan. Dankjewel. 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 Ja, een beetje mislukt. Oh, en de ijsboer staat erop.